Onderscheidende bedrijven. Vernieuwende projecten. Aansprekende initiatieven. Als beste ondernemer uit de regio Midden strijdt de familie Wanders mee naar het ZLTO initiatief van het jaar 2004. Op geitenboerderij De Sanenhof wordt rauwe melk die voldoet aan de biologisch dynamische eisen verwerkt tot meerdere soorten kaas. Door de in de zomer geproduceerde zachte kaas in te vriezen en deze in de winter te verwerken, kan aan de vraag van de groothandel en aan de wens van de consument tegemoet worden gekomen. Vroeger, toen we begonnen, toen was het alleen directe vermarkting in die zin van we verkochten alles rechtstreeks naar de consument. Geitenkaas is een heel klein artikel. Het is in de zuivelconsumptie een toentertijd 1%, nu waarschijnlijk wel wat meer. Als je die af huis moet verkopen, dat is bijzonder moeilijk. En toen hebben we gezegd van, we gaan onze kaas biologisch afzetten. Een paar procent van de mensen eet biologisch. Dus je gaat een paar procent consumptie ga je proberen te verkopen aan slechts een paar procent van de mensen. En dus het spreidingsgebied wordt veel en veel groter. Nou, daar weet je ook van, daar ga ik dus zelf nooit meer rondbrengen. Alles is hier afboerderij. Als je naar de handel gaat leveren, dan is het een must om het hele jaar door te leveren. Dan moet dat niet stoppen, omdat jouw productie op een gegeven moment te laag is. Nou, het bouwen van die vriescellen in 1985 heeft eigenlijk die mogelijkheid gecreëerd dat we het hele jaar door de diverse producten kunnen leveren. We hebben eigenlijk een stukje productie opgeschoven op die manier naar de winter, wanneer dus er gewoon schaarste is aan melk. En de vraag naar kaas juist hoger is dan in de zomer. Door de groeiende afzetmarkt heeft het bedrijf zich door kunnen ontwikkelen. Wat hier nou ligt is Goudse kaas. Heet dat dan, hè? Kaas gemaakt volgens Gouds recept. We hebben ook kaas met kruiden. Ik zal er eentje laten zien, dit is toevallig dan een klein kaasje met wat rode stipjes erbij in, dat is paprika bijvoorbaald. Dus dit is iets wat we maken gewoon voor een klant die dat zo bestelt. De Nederlandse geitenboer. En dan komen we op een stukje wat me eigenlijk een beetje zwaar op de lever ligt. Hè? Dat is het feit dat geiten eigenlijk van allerlei subsidies uitgesloten zijn. En bij koeien hebben we een moederkoepremie, een stierpremie. Daardoor is er bij de schapen de ooipremie in het leven geroepen. Dat geeft toch een flink stuk, zeker wanneer je over die grote aantallen praat in de geitenhouderij. Dat geeft toch een stuk basisinkomen. Een land als Griekenland heeft altijd geitenpremie gehad. In Duitsland zijn geiten dus wel degelijk premiewaardige dieren en krijgen dezelfde premies dan schapen. Ik heb voor mezelf uitgerekend, het scheelt ons 50.000 euro aan inkomen in dit bedrijf, omdat geiten niet premiewaardig zijn. Ik heb voor mezelf de vraag gesteld, moet ik deze prijs wel aanvaarden voor de marketing die ik op deze manier stel? Want uiteindelijk betekent het dat ik mijn kaas duurder verkopen moet. En het vraagt dus wel extra inspanning. En ook naar de consument toe. Probeer de consument maar te overtuigen dat je product zoveel duurder moet zijn. In het winkeltje, daar heb je contact met de consument. En dus daar hou je ook voeling met de consument. Wat beleeft de consument en wat heeft hij graag? Wat zijn de wensen? En dat vertaalt zich dan weer terug naar mij. En dan weet ik wat ik moet doen. En misschien doe ik het wel niet, maar goed. Door het toepassen van deze vernieuwende aanpak heeft de familie Wanders een goede afzetstructuur opgebouwd voor de toekomst. Hiermee strijden ze mee naar de prijs voor het ZLTO-initiatief van het jaar 2004.